Hoi, Robin hier en welkom bij de eerste aflevering van Robin Small Talk. Dit is een serie welke ik de komende weken wil gaan uploaden met de hints en theorieën welke ik en een klein beetje met behulp van het internet heb ontdekt. De reden waarom ik dit wil gaan doen is eigenlijk vrij simpel. Dit is het vierde seizoen die ik volledig volg en ook daadwerkelijk meedoe. En ik heb de afgelopen paar keer er niet ver naast gezeten met wie de mol was. En daarom wil ik nog een keer de gok wagen om dit ook met jullie te gaan delen. Verder heb ik nog niet echt een idee hoe ik dit verder ga aanpakken. Maar dat zullen we de komende weken vanzelf gaan zien. In ieder geval, ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. En ik hoop jullie natuurlijk ook. Dan is het tijd voor aflevering 1 van het jubileumseizoen van Wie is de Mol. De titel van deze aflevering is Renaissance, wat letterlijk wedergeboorte betekent. 10 oud-kandidaten van eerdere seizoenen komen terug in dit seizoen. En de screenshot van Felix, welke nu te zien is, had het helemaal op een rijtje. Om dan maar door te gaan met de rijtjes, is het tijd voor opdracht 1, welke spiegelbeeld is genaamd. Hier kon €2000 voor de pot verdiend worden, maar omdat er een groot aantal kandidaten bij de verkeerde spiegel stonden, was dit uiteindelijk maar €1000. Hier zijn mij de volgende dingen opgevallen. Te beginnen met Nadja. Zij was voor de opdracht al te zien in de achteruitkijkspiegel van haar auto. En dat was ook heel vreemd. Ik had dat moment ook gelijk zoiets van, zij zou nou best nog wel eens de mol kunnen zijn. En daar stond heel veel tekst op, maar in een soort geheim taal. Zo gek. Dan hebben we het shirt van Tigo. De laatste letter op zijn shirt was een spiegelbeeld, wat gerelateerd zou kunnen zijn aan de opdracht. En wellicht zou het ook een hint kunnen zijn, Tigo als de mol. En dan het rijtje met foto's, wie bij welke tekst hoorde te staan. Deze screenshot is afkomstig van de Moltalk. En hier is uitgezocht wie op welke plek stond en of op de goede plek stond of juist niet. Opvallend hieraan is dat Patrick afwachtend was om iemand, in dit geval Ellie, de fout te laten maken. Zodat hij op iemand anders kon afschuiven. Dit maakte natuurlijk wel een verdachte. En daarbij, Ron deed hetzelfde met Patrick, want hij wist wel wat zijn uitspraak was. Maar op het moment dat hij wist dat de opdracht niet ging lukken, wilde toch hij op de goede plek gaan staan, zodat hij niet verdacht zou worden. Ja. Mag ik dan dealen tegen jou? Dat zei ik. Ja, maar welke blijft er dan over? In ieder geval twee momenten dat ik zoiets had van, ja, dit zouden echt nog wel eens molacties kunnen zijn. Of in ieder geval verdachte kandidaatacties. Dan opdracht 2, ook wel gastenlijst genoemd. Hier konden de kandidaten een geldbedrag krijgen voor de pot door middel van kaartjes te plaatsen op de plek waar ze dachten waar een persoon kwam te zitten die op dat naamkaartje stond. Het lijkt erop dat Peggy hier iedereen probeert te misleiden door te zeggen dat het alleen Italiaanse mannennamen mochten zijn, maar dat was niet het geval. Mannennamen toch? Nee, namen, voornamen. Gewoon voornamen. Alleen maar mannennamen of vrouwennamen? Mannen. Mannennaam. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nikki is ook verdacht in deze opdracht omdat zij alle Italiaanse voornamen op haar gemak doornam met de man. Het had snel geweest om de lijst aan de man te laten zien, zodat de opdracht ook beter had kunnen lopen. Do you have a friend called Mario? No. Do you have a friend called Stefano? No. Luigi? No. Eduardo? No. En natuurlijk aan het einde van de opdracht waar Horace en Peggy de bewoners andere namen gaven om zo meer plekken bezet te krijgen. Maar helaas was dit niet toegestaan met als gevolg dat deze mensen niet meegeteld zijn en de geld zelfs uit de pot is gegaan. Deze eerder genoemde acties maakt alles een stuk lastiger om de opdracht uit te voeren, zo niet om alles stuk te laten lopen wat uiteraard de bedoeling van de mol is. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht van deze aflevering, genaamd Achter je rug. In deze opdracht konden ze een groene vijfstrelling krijgen, een joker of een van de twee 250 € biljetten. Wanneer ze door de oud-mollen waren toegesproken met onder andere dat ze niet te hebzuchtig moesten zijn, mochten ze teruglopen en iets pakken uit een van de bakjes. Maar wat de kandidaten niet wisten, was dat de groene vijfstrelling was weggehaald door de mol en daardoor de meesten met lege handen de opdracht moesten verlaten. Hier hadden Nikki en Ron een joker verdient en Horace €250 voor de pot. Opvallend is hier dat bij Nikki een schaduw in de achtergrond lijkt te zijn. Achter je rug om, stiekem. Dat er iets zou gebeuren. Zou dit de mol kunnen zijn? Als dat de mol was, dan blijkt in ieder geval dat Nikki sowieso niet de mol kan zijn. En anders is er ergens anders waarschijnlijk een foutje gemaakt. Maar we gaan het allemaal meemaken de komende weken of dit allemaal klopt. En dan zijn we nu aangekomen bij de executie en afsluiting van deze aflevering. Voor nu in ieder geval
zit mijn favoriet en waarschijnlijk bijna van iedereen, Ron Bossard, nog in het spel. Yes! Ronnie! He did it! He did it, man! Dit was toch wel een van de mooiere momenten om te zien. En hij heeft zijn eigen record verbroken. Helaas moest Tina wel het spel verlaten. Ik vond het toch wel de sfeermaker onder iedereen. Maar ja, het is niet anders. En dan is het tijd voor de afsluiting. Het was, vond ik in ieder geval, een leuke eerste aflevering. Persoonlijk ook goed te volgen ten opzichte van het laatste seizoen. Daarbij was het natuurlijk ook leuk om de oud-mollen te zien. En ook een aantal oud-kandidaten terug te zien. Waarvan natuurlijk één de mol is. Ik heb natuurlijk, zoals ik net zei, 4 seizoenen heb ik nu meegedaan. Dus een hele hoop ken ik er niet. En dat maakt het ook gewoon een stuk interessanter om mee te spelen. Omdat je niet weet hoe de mensen zijn. Dan is het verder tijd voor de verdenkingen. Wie ik momenteel verdenk zijn Tigo, Nadja, Ellie en Patrick. Tigo en Nadja staan bij mij toch wel iets meer bovenaan. En door een aantal acties van Ellie en Patrick heb ik ook zoiets over. Die zouden ook nog wel eens kunnen zijn. Maar daar ben ik in ieder geval nog niet zeker van. En dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video. Als je het hebt gedaan, laat dan een like achter. En vergeet er niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten. Zodat je niet het volgende Robin Small Talk video mist. En dan zeg ik voor nu later.